En welkom weer bij een nieuwe video op dit kanaal. Nou, zoals jullie zien is de kerstboom achter mij. Dus dat betekent dat het bijna van dit jaar is. En daarom wil ik deze video online zetten en aan jullie laten zien wat ik... Ja, ik heb heel erg over twijfel of ik wel zou doen. Dat natuurlijk best wel schaamd is. Maar ik doe nu al zo'n bijna 2 jaar aan YouTube. En dan gaat er natuurlijk wel eens een keer van alles mis. En meestal knip ik dat eruit. Maar voor dit keer laat ik het aan jullie zien. Want sommige dingen zijn best wel lastig. Waar ik het meest moeite mee heb, zijn toch altijd wel de intro's maken. Of ik verspreek me, of ik schiet in een lach. Kijk maar even mee. Kut, ik heb hem niet gevast. Hoi, ik sta hier nu naast John, mijn grote opkikkervriend. Hallo. En ja, zoals jullie weten doe ik mee met de Dans op Damloop in september. En John gaat ook meedoen. Ik doe mee, ik ben aan het trainen. Het wordt voor mij heel erg zwaar. Veel zwaarder dan voor Esmee, want dat is een kanjer. Ik moet echt van heel erg ver komen. Dus ik doe mee, maar dat wordt minder heftig als dat voor haar wordt. Ja, denk ik ook. Jij bent wel sterker dan mij. Of dan? Jawel. Is het de bedoeling dat in één keer gaat? Oh my god. Eén, twee. Ja. Mama wil het eventjes een foto maken. Nou. Ja. Nou, we hebben net gezegd. Nou. Ik weet al. Oh nee, zo zit het pas goed. Hallo allemaal. En welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Zoals jullie zien. Hoi. En welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik een. Nee. En jullie vertrouwen in onze speakers. Nou, en dan scrolde ik eronder. En toen zag ik heel erg lief berichtje. Waar ik echt zelf echt heel stil van werd. Dat was... Wij hebben het als heel bijzonder ervaren. Esme Anne, bedankt voor het vertellen van jouw verhaal. Jij bent een mooie mens en wij hebben veel bewondering voor jou. Ga vooral door met het waarmaken van jouw dromen. En ik vind het zo lief en ikzelf is niet echt wat ik daar dus op moest zeggen. En oh my god, dat is helemaal weg. Oeh, dat is heel dichtbij! Oh, sorry. Hier zie je mij praten met Erwin Wennemars. Alleen toen zei ik zijn naam verkeerd. Maaike de Boer, die hadden ze een stukje geplaatst met trots dat wij met Little Big Speak Esme Anne de kino mochten verzorgen bij de kwartaalsluiting. En nu staat mijn schermopname niet aan. Hoi en welkom weer bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik weer een vlog voor jullie, want ja, vandaag ga ik weer hardlopen. En ik doe... Welkom bij een nieuwe video. Nou, welkom terug zou ik zeggen, want dit wordt één video, dus welkom terug. Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Nou, zoals jullie zien zit ik niet in mijn normale kleding, maar een ander blauw shirtje. Namelijk, ik ben door in een sportsles, zoals jullie weten, waar ik allemaal zo'n van. Hey, hey. En welkom weer bij een nieuwe video. Hoi en welkom hier op dit kanaal. Vandaag hebben we de Dam tot Damloop en ik zit nu in de trein richting Amsterdam. Ik heb best wel zin in. En jij? Ik ook. Wel een beetje spannend. Ik ook. Maar het gaat wel helemaal goed komen. Veel kijkplezier. Het gaat niet altijd alleen maar bij mij fout, maar dus ook bij mijn moeder. Hier zat ze te filmen hoe op de trap opliep, maar ze viel zelf achteruit. Oeh!
niet alleen de intro's gaan soms fout. Maar zoals jullie weten, vaak voor YouTube en voor opnames reis ik vaak met de trein. En film ik dat ook en vlog ik daarmee. Maar ook dan niet gaat even allemaal even simpel. En ben ik daar heel erg dom in. Check het maar. Toegangsglijder. Ja, maar... Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En vonden jullie hem leuk, geef dan zeker een dikke duim omhoog. En vergeet niet hieronder te abonneren om bij deze gezellige familie te horen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Doei doei!